allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video vanuit Florida. In mijn video van de $10 outfit challenge had ik al gezegd dat ik naar Florida zou gaan. En daar ben ik nu dus. Het is echt fantastisch weer, het is heel erg mooi. En we gaan ook allemaal hele leuke dingen doen waar ik super veel zin in heb. En ik ga jullie gezellig meenemen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. En dan zou ik zeggen, veel kijkplezier! We hebben een Surrey of zo gehuurd. Dat is een fiets waar je met z'n zes op kan zitten. En dat zitten we dus. Dat is echt heel erg grappig. En hiermee gaan we dus gewoon over de boulevard fietsen. En ik hoef gelukkig niet te trappen. Rick moet trappen. Dave moet trappen. Papa moet trappen. En Fleur moet trappen. En mama en ik dus niet. Onze paard kwijt. We gaan toch vast. Als de heer, kom. Als de heer. Het is ook allemaal zo'n hele leuke helm op die gewoon niet past. Maar oké. Hey, het is mijn beurt om te trappen. Het is inmiddels heel wat uurtjes later en we staan nu op het Sky Terrace. En hier heb je echt een heel erg mooi uitzicht. En daar gaat de zon onder. Ik zal het zo meteen even filmen. Maar het is gewoon echt super mooi. Wauw. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en na een aantal dagen van strand en het zwembad gaan we vandaag even rondkijken in Clearwater. Ik heb er super veel zin in, het is hier heel erg mooi en ik ga jullie lekker meenemen. En gisteren toen we op het strand aan het overgooien waren, kwam de bal op mijn vinger en ik heb waarschijnlijk gekneusd. Het is helemaal blauw en paars. Het doet best wel veel zeer, maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. We gaan er gewoon een leuke dag van maken. Kijk eens hoe wit het zand hier is en die palmbomen. Echt paradijs hier zo. Hier gaan we leuk minigolven. Je mag je eigen kleur bal uitkiezen, dus ik neem roze. Yay. Deze vis. Kijk, Willekoek. Yay, twee. Op naar de volgende. Daar. Is dat nummer 4? 5. Is die dood? Lekker ijsje, dit is een Oreo ijsje. Lekker! We zitten lekker bij het zwembad en we hebben wat eten besteld bij de bar. Die is daar, daar hebben ze super lekker eten en drinken. En wij hebben chips met guacamole besteld, ik zal het even laten zien. Zo ziet het eruit. Hier ga ik lekker van genieten. Goedemorgen, het is de volgende ochtend en vandaag gaan we echt iets superleuks doen, namelijk parazelen. Ik heb het nog nooit gedaan, het lijkt me wel superleuk, maar ook heel erg eng. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn, we moeten nog iets van 20 minuutjes wachten en dan gaan we al. Ik heb er zoveel zin in. We gaan nu de boot op, zo ziet de boot eruit. Ik vind het zo spannend, maar zo leuk. Kijk, dit is de boot. Dat was niet de boot, dit is de boot. Gaan we! We gaan er! We gaan er vandoor! Veel plezier! Daar gaat ze! Ik vind het gewoon een beetje spannend voor hun. Ondertussen krijgen wij onze spullen aan. Nu zijn ze echt heel hoog. We zijn er klaar voor. Daar komen ze weer. Yes. Ze gaan het water in. Ze zitten in het water. Oh.
sneller. Heel stoer. Kijk of ik dolfijnen zie, hé. We zijn nog een beetje angstig. We durven niet te zwaaien. Wie durft dit te zwaaien? Yay, goed zo. Chillen. Ja. Even lekker chillen. Hè? Kijken of we dolfijnen zien. Hè? Ja. Dat zou wel cool zijn. Ja. Wat is dat rood aan? Zeewier, denk ik. Dit is wel veel zeewier. Ik ook niet. Wow. Deze boot was, had dus de parachute meegenomen, zeg maar. Who's in charge? Who's in charge? What? You got dumb shit for brains? You just put everybody's life at risk on that boat, including that boat. I don't know who's in charge. I'm in charge. What's your name? Zo, we zijn weer aan land. Dat was echt een super toffe ervaring. Even bijkomen dan maar. We gaan denk ik even lunchen en dan gaan we vanmiddag weer naar het zwembad. Even relaxen. We lopen nu in Clearwater zelf. Het is hier super mooi. Het is heerlijk weer. En hier heb je ook een aantal hele grote huizen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen om hier te wonen, omdat het een soort van vakantiebestemming is. Maar mensen die wonen hier dus. Hier zie je ook wat huizen met bootjes ervoor. Je hebt zoveel geluk als je hier woont. Het is zo mooi! We lopen nu bij de haven en hier kan je allemaal evenementjes boeken en zo. Gisteren waren we daar, toen gingen we parasailen, maar je kan er dus van alles doen. Het ziet er heel erg leuk uit, heel erg kleurrijk. Zo leuk hier! Hier hebben we van de week ontbeten, het was echt heel lekker. Het is wel grappig, want het is hier net de haven van Nemo, zo met al die bootjes en met die vogels. Kijk eens, die staat helemaal te balanceren. We gaan lekker even een ijsje kopen en ze hebben zoveel smaak. Ik zal het even laten zien. Kijk dan hoeveel.
En daar nog meer. Lemon en ik heb citroen en chocola. Zo, dat was lekker. Ik zit nu wel helemaal pomvol. En dat was één bolletje. We hebben het door de helft gesplit. We gaan nu gewoon lekker verder lopen. Het is inmiddels weer avond en we lopen nu even naar de pier toe. En dat is daar. Dan gaan we even een kijkje nemen. Er schijnen allemaal winkeltjes op te staan. Dus ja, we gaan even kijken. Hier heb je het lifeguard station. Dat is wel grappig. Super leuk. Het zijn dus alle lifeguards. We lopen nu de pier op. Hier heb je dus wat winkeltjes. Ze verkopen hier gewoon sieraden en dat soort dingen. Ik zal het even laten zien. Ze zitten hier in de zee. Dat is eigenlijk best wel eng. Het is vandaag zondag en ook gelijk onze laatste dag hier in Florida. We hebben net lekker gegeten bij dit restaurantje. Het was heel erg lekker. En we gaan zo meteen alweer onderweg naar het vliegveld. Heel erg jammer. Het was namelijk super leuk. We hebben lekker gerelaxed. En ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, geef me zeker even een dikke duim omhoog. En abonneer mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer. Doeg!